Heya in de avond van 3FM. Het is 9:50 en je kent die gasten van I Never Saw This Coming and Will I Be Around. De gasten van A Silent Express, even bellen. Want hoe gaat het eigenlijk met ze? Rick, goedenavond. Hey, alles goed? Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Ja, goed man, goed. Hoe was het weekend? Ja, lekker gespeeld. We zijn in Zeeland geweest. Dat was een leuk festival in ieder geval. Dus alleen nog een behoorlijke storm aan het eind van de show. De laatste band die kon hun set niet afmaken. Dat is allemaal van het podium af en zo. Ja, zaterdagavond was dat, hè? Ja, dat was zaterdagavond inderdaad. Ja, dat was inderdaad, weertechnisch was het echt, ik zat in één keer rechtop in mijn bed. Boom! In één keer hoor. Ja, klopt. Het was, wij stonden lekker te spelen. We hadden net ingeladen. Het was allemaal goed gegaan. Maar het was, daarna was het echt helemaal mis. Het was echt die backstage tent is een overstroomd. Dus dat was echt, behoorlijk heftig. Maar je leeft. Ja, zeker. We zijn weer lekker fris terug, weet je wel. Heel goed. Dat is maar goed ook, want een nieuwe clubtour gaat eraan komen. En het bijzondere is dat jullie ook naar Duitsland gaan deze editie. Klopt, ja. We gaan eerst een clubtour door Nederland. We hebben vorig jaar 2 clubtours gedaan. En zeg maar, in alle zalen zeg maar, die we nog niet hadden gedaan vorig jaar, die gaan we nu eigenlijk doen, weet je wel. Ja. In het nieuwe Nederlandse clubseizoen. En we gaan inderdaad, we zijn druk met Duitsland op dit moment. We zijn naar Hamburg geweest. Ja. Om daar een show te spelen en met alle mensen kennis te maken die, die daar voor ons aan het werk gaan en daar onze platen pluggen en promoten, weet je wel. Nou, dat gaat goed, want jullie zijn natuurlijk gewend om op 3FM en misschien wat andere stations in Nederland gedraaid te worden. In Duitsland gebeurt het ook allemaal. Hoe voelt dat als je jezelf op de Duitse radio hoort? Nou, het is wel grappig, want ik heb laatst eens even, wij kregen radiolijsten door van Duitsland en ik dacht van, weet je, ik ga gewoon eens even 2 uurtjes naar een Duitse zender luisteren. Ja. Te kijken of het echt voorbij komt. Maar we kwamen gewoon echt voorbij, weet je, en dan was het toch wel vreemd, want er zitten ook heel veel Duitse platen tussen, weet je, met gewoon Duitse teksten en zo. En dan komt ineens keer Will I Be Around of Never Saw This Coming voorbij en denk je van, what the fuck, weet je wel. Ja, dat, ja. Ook wel gek om, om jezelf tussen Matthias rijm in te horen natuurlijk. Ja, inderdaad. Nee, maar ja, goed, dat is een goed gevoel, man. We willen dat gewoon graag nu verzilveren, weet je wel. Doordat we daar nu radio airplay hebben, moeten we daar gewoon ook gewoon echt serieus gaan toeren. En ik ben ook blij dat onze platenmaatschappij, ook hier in Nederland, dat ook volledig ondersteunt. Dat wij daar gewoon goed aan de slag kunnen. Heel goed, heel goed. Hey, nog even over Duitsland. Daar blijven we heel even, want je staat daar ook wel eens te spelen. Het publiek daar, hoe is dat? Hoe reageert het op jullie? Nou ja, goed, kijk, we zijn daar net een maand op de radio, dus we zijn net in Hamburg geweest en dat was een soort van showcase, zeg maar, vooral voor plaatmaatschappij mensen en industrie mensen, weet je wel. Ja. Dus dat was gewoon iets zakelijker, weet je wel. Ze wouden gewoon zien wat voor vlees in de kuip hadden naast de liedjes die ze al kenden, weet je, of het... live een beetje waar konden maken. Zo. Dus de echte vuurdoop moet nog komen. Ja, nee, dan moet je ook wat meer bekend zijn daar natuurlijk, weet je. Dat ja, het is goed dat het nu gedraaid wordt en dat we daar straks heen kunnen en dat misschien al een heel aantal mensen onze single nog een keer voorbij heeft horen komen. Rick, ja? We kunnen niet ontkennen dat dit land in een soort van economische crisis zit. Klopt. Mensen zitten thuis, hebben geen werk, hebben geen baan, maar dan gaan wij veranderingen brengen. Jullie zijn toch op zoek naar een chauffeur? Wij zijn op zoek naar een chauffeur, ja. Die jullie wil gaan rijden in Nederland en in Duitsland. Dus ik denk bij deze, joh, gooi het eruit. Oproep. Oproep, dat zou toch gek zijn? Waar kunnen aspirantchauffeurs zich melden? Nou, misschien kunnen ze bij jullie melden en dat ze naar ons doorgemaild worden. Ja. Dat zou misschien een goede optie zijn. Nou, doen we gewoon barend@3fm.nl. Mocht je chauffeur willen worden van die gasten, dus gewoon met een band, toeren, Duitsland, Nederland, rock'n'roll, de bom, wat je wil. Tegenvergoeding ook, nee, no, toch, ja? Ja, ja, nee, okay. Goed. Dat is geen, dat staat buiten kijken. Oké, okay, right. Nou, mailen barend@3fm.nl. Dan gaan we nog even doornemen waar je staat de aankomende tijd. Breda, 17 september in de Breda Barst. Poppodium Phoenix Sittard. Manifesto in Hoorn op 24 september. En 30 september in de Bosuil in Weert. Ja, klopt. Je bent lekker druk, man.
Ja man, cool, goed. Wordt leuk. Leuk seizoen. Heel goed. En nieuwe single, ziet die er aan te komen ook? Ja, we zijn dat is misschien nog leuk om te vertellen als laatste. Weet je, we hebben de laatste twee maanden ook in de studio gezeten. We hebben net 12 nieuwe liedjes klaar liggen om opgenomen te worden. We hebben de demo's en alles al opgenomen. Dus we hebben flink vooruit gewerkt de laatste tijd, weet je wel. Nou, je weet het, je bent altijd van harte welkom om de boel te droppen. We gaan het gewoon draaien, dat weet je ook. Absoluut man. Komt eraan. Hey Rick, fijne maandag en doe voorzichtig bij die Duitsers, hè? Is goed man, mag wel. Bye bye. Doei. Dit is Will I Be Around For You.